1, Arnold Sprent 2, Mike Vertonnen 3, Camille Lefever 4, Bart Andries 5, Jan van Roosbroek 6, Rick Meuwse 7, Jochen Gorts 8, Louis van Galen 9, Dina Scavone 10, Daan Grossemans 11, Stijn Kwets 12, Dennis Verluijten 13, Ian Gooivaarts 14, Jimmy van Kraaienest 15, Senne Nauwlaerts 17, Emiel Brouwers 18, Jannik Vos 19, Wout Heijlen 20, Hans van Elsakker 21, Michiel Verkooyen 22, Robbe Willems 23, Siebe Goossens 24, Jarne van Dijk 25, Yevgeny van Olme en 26, Pieter Beelen 13 ronden af te leggen. Gaan ze dadelijk hier met een kleine voorsprong, een tiental meter, gaan ze proberen bijeen te sprommelen. En dat zijn 24 en 10, Daan Grossemans en Jarne van Dijk. Ja, dat is natuurlijk logisch hier. De team dat hier vooraan zit, de plaatselijke renner hier, Daan Grossemans. Baan of Rijhoude, uitkijken voorbij de bocht. Baan of Rijhoude. Dat is ook zo bevestigd. Jarne van Dijk en Daan Grossemans in de aanval. En hier is dat 2, 4, 6, 8, 10. Ik heb goed geschat. 10 renners in de achtervolging. En nog eens een groepje van 5 hier. Met onder andere Dina Scavone. Ah, het is al helemaal verspreid nu. Eén zijn dat Brent Arnouds en Jan van Roosbroek. Drie en 21 zijn dat Camille Lefever en Michiel Verkooyen, Jimmy van Kraaienest.
van dat peloton. Nou, als hij de bestandhouding goed blijft, ja, dan is er nog niks verloren, hè, mannen. Op drie ronden van het einde zijn we. Of eerder gezegd, we hebben drie ronden afgelegd. Ja, de voorsprong groeit. Bijna zien ze ze hier. Seconden, mannen. Dikke 20 seconden achterstand hoor. So ratchet. That girl is such a fake model. She definitely bought all her Instagram followers. Let's go take some shots. Oh no. I feel like I'm gonna throw up. Het is gestapt. Maar straks was de voorsprong 22 seconden, maar jongens, 22 seconden en ik heb de indruk, ja, die is vergroot, die voorsprong. Achterstand, jongens, 35 seconden achterstand. Niet overdrijven, maar...
Je had daar juist meer dan 35 seconden voorsprong, jongens. Er moet gereden worden. Nu het voorsprong, jongens, voor Jarne en Daan. Geweldig zo. Dat gaan we zo dadelijk zeggen en meegeven. Vier worden. Oh, hier was voor de val in de regen staan, hoor. Oh, ja, hoor. We hebben hier een televisie gekocht en geen kluts meer kunnen doen. Hè. Het kost allemaal. En het spreekt allemaal veel meer om net zo goed. Want hij gaat doen die stukken hangen en stukken op water. Dat is erg. Het is natuurlijk niet goed. Dat is allemaal wat te verkoop. Ja, anders zeker. Dat is zeker. Dat wordt dan wel betaald. Het is grappig. Het is grappig. Het is grappig. Nee. Dat is niet echt handig, hè?
Hey, draag onder zo'n geef de schijs. Oké, volal wel. Dit is 1 minuut 15. 1 minuut 15. Het zal best kunnen, ja, dat de achterstand. Nog 4 ronden af te leggen. Ja, de ronde vlak opnieuw. 3 ronden gaan we nog doen. Zullen we 3 of 2 ronden worden? Ja. Voor onze 2 gelenaars hier, Jarne en Daan, nog 3 ronden. Nummer 3 is dat, Camille Lefevre. Jimmy van Krainest. En zo dadelijk gaan we de koplopers hier terug gaan passeren. Eén minuut vijftig achterstand. Dat zullen 3 of 2 ronden worden, mannen. Want de koplopers komen nu al richting aankomst. 2 ronden, jongens. En de geruststellende voorsprong natuurlijk voor jullie. Jongens, nog 2 ronden af te leggen. Nog 2. Mag op, hè. Ronden en 2 minuten achterstand. 2 ronden voor dat peloton hier. Wie hier gaat winnen, natuurlijk. Dit is nog vorig jaar, mensen. We zijn de remmen slot, hè? Ja, Arek in de rechterremmen goed is. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde, wedstrijd nemen. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. Aan deze zomer aankomst en de wedstrijd voor u stoppen. U was over. En de laatste winnaar hier. Ja!
van 2014. We zijn dat we de maand nog gaan rijden. Jan van Dijk. Voilà. Ze hebben de medailles gekregen. Ze krijgen de beker. Jan krijgt er nog een bloemetje bij. Jongens, mag ik vragen u Marcus is er volgen doen? Ja, doe dat eens. Jullie mogen op het hoogste schabotje gaan staan. Jullie hebben dat allemaal verdiend ook. Gaan we naar het voorhoog staan. En dan applaus in jullie gewoon. Voilà, gaan we eens naast elkaar staan. Eet. Voilà, zet er eens een zon op in. Daar hebben ze verdiend, hè.